Word baas over je eigen leven. 95% van de dag wat mensen doen is eigenlijk onbewust. 5% per dag wat we doen is bewust. En dat is eigenlijk van jongs af aan aangeleerd. De eerste 7 jaar van je leven, dingen die we meemaken, wat mensen zeggen, wat mensen van je vinden. En daarop baseren we eigenlijk altijd wat wij doen. Dus we vallen altijd terug in oude patronen die herkenbaar zijn, die ons lichaam heeft aangeleerd. Dus als ik mijn knie stoot tegen de tafel, de volgende keer dat ik langskom, geeft mijn lichaam al aan van, oh, kijk uit voor die tafel. Die lichaam waarschuwt mijn brein. En dat is wat mensen ook in hun dagelijks leven. We gaan naar de sportschool in januari. In maart stoppen we weer. Waarom? Hey, onbewust lukt het niet. En bewust willen we het zo graag. Maar onbewust wordt dat tegengehouden. En dat zijn belemmerde overtuigingen die we eigenlijk met simpele oefeningen heel goed om kunnen zetten in positieve overtuigingen. We hebben een stukje trauma wat soms mensen belemmert, beschermt. Dus het lichaam heeft een beschermingsmechanisme waardoor ze zichzelf heel beschermt. Dus ik maak iets mee. Oh, dat heeft slecht uitgepakt. Dat gaan we niet meer doen. Mijn lichaam waarschuwt meteen ervoor. En dat kunnen we eigenlijk heel makkelijk oplossen door de methodieken die ik gebruik en toevoeg aan het programma. Nou, in mijn loopbaan als docent, waar ik mee ben begonnen, heb ik ervaren dat mensen zijn zo geprogrammeerd dat ze denken als ik het boekje volg, het lesprogramma bijvoorbeeld, en dan die hele studie doorloop, dan heb ik uiteindelijk een ticket en dan komt alles goed. Dat wordt ook zo gebracht. En ze komen dan op een gegeven moment van school af en dan begint het eigenlijk bij een werkgever of ze beginnen voor zichzelf, maar dan nog is het zo dat ze nog steeds weer dat programma afdraaien waarvan ze denken, ja, dat gaat ons brengen waar we gelukkig worden. Maar het geluk zit natuurlijk van binnen. En ik vergelijk het wel eens met als je een trolleybus hebt. Als die de lijn niet meer volgt, dan is het gebeurd. Dan staat die stil. Nou, en dat is de grootste angst van mensen. Dan, als we het boekje niet meer volgen of de meningen of de vanzelfsprekendheden van wat er moet gebeuren, niet meer, dat ze dat niet meer doen. Dat ze daar stil komen te staan en denken ze, oh jee, dan gaat het helemaal af, dan is het afgelopen met mijn leven. En ze durven eigenlijk niet naar binnen te gaan en hun diepste dromen uit te spreken. En daar wordt ook eigenlijk nooit naar gevraagd. Dat is mijn ervaring als ik voor een klas sta, dan vraag ik altijd, wat zijn jullie diepste dromen? En dan komen ze helemaal tot leven. Wat zijn jullie kwaliteiten? Wat doe je thuis en buitenschool wat je nooit hier laat zien? En dan, ja, dan beginnen ze te leven. En dan heb je ook een dialoog met elkaar en dan krijgen mensen ook onderling respect voor elkaar. En als je dat hebt, en mensen gaan er dan volgens natuurlijk wel aan werken, want je kunt het wel bewust hebben ervaren dat je meer kan dan je denkt. Maar die gevangenis waar je eigenlijk in zit, dat harnas, die zal niet zomaar helemaal verdwijnen. Dus je moet daar steeds mee oefenen en elke dag moet je elkaar uitdagen. En ik zie het meer als je dat in een groep doet en je hebt allemaal die mindset, je hebt een goede coach of een leraar die dat bewust doet, ja, dan kun je zo'n hele groep gewoon echt verder brengen. Wat uiteindelijk jou in een gelukkiger omgeving brengt en een gelukkig leven biedt. Nou, ik denk dat heel veel mensen denken dat ondernemen geen vastigheid is. Maar als jij wil beginnen met ondernemen, dan kan het best nog in je oude patroon. Dus als jij gewoon een 40-urige baan hebt, dan snap ik dat je er niet van de een op de andere dag op gaat zeggen omdat je gaat ondernemen. Maar je kan er best wel wat naast doen. Een KVK-inschrijving is niet zo moeilijk. Een eenmanszaakje heb je er zo bij gedaan. Een boekhouding is ook niet heel lastig. Dat kan je vrij simpel opstarten. Dus ik denk als mensen echt willen beginnen, ga gewoon lekker 40 uur blijven werken. Maar ga daarnaast ook gewoon 40 uur of 30 uur of 20 uur aan je onderneming werken. En als je denkt, nou, ik begin daar wat geld te verdienen. Nou, dan ga je kijken of je bij je baas bijvoorbeeld, of bij je werkgever, de honden hebben een baas, bij je werkgever 30 uur kan werken, zeg maar. Als je denkt, nou, ik begin weer wat meer te verdienen. Nou, misschien kan je er wel 20 uur gaan werken. En als je werkgever niet mee wil in dat traject, maar je denkt op laatst, ik wil eigenlijk wel 24 uur werken, want ik verdien op zich nu wel lekker met mijn onderneming. Kan dat geld kan ik een beetje eruit halen, kan de rest door investeren. Dan is de stap best wel makkelijk gezet om over te gaan volledig op je onderneming. Maar wat heel veel mensen denken is van, ik wil nu gaan ondernemen, dus ik ga nu alles opzetten. Of opzeggen met wat ik doe en ik ga nu ondernemen, maar ik weet nog niet wat ik ga doen. En dat hoeft dus niet. Je kan best wat freelance klusjes pakken. Zorg gewoon eerst dat er geld binnenkomt. En zodra je geld begint te verdienen, kan je denken, nou, misschien kan ik nu wel wat doen in de handel. Misschien kan ik nu wel vastgoed gaan investeren. Misschien kan ik nu wel een coaching traject opzetten. Misschien kan ik nu wel een eigen sportschool beginnen, maar dat hoeft niet direct. Alleen, wat ik dus graag wil, is mensen helpen met uit die gedachte dat het heel moeilijk is, maar dat het vanzelf komt. Kijk, leiderschap kent natuurlijk vele kenmerken in ons gebied. Ook het werkveld waarin wij opereren. Uiteindelijk begint het wel bij de individu, je eigen vierkante meter waar je aan dient te werken. En alles wat wij niet kunnen, alles waarin wij niet geloven,
projecteren we altijd op een ander. We liegen, bedriegen, we houden onszelf voor de gek. En ik zoek de verbinding naar mijn collega's toe, naar Cor, naar Leon en naar Gerard. Om die verbinding te zoeken naar de mensen en het beste uit zich te halen op dat moment. Je kan het zien als een positief coaching. Het is heel belangrijk om kritisch naar deelnemers te gaan kijken. Omdat we willen natuurlijk wel weten wie er achter zo'n... Wat is nou echt de persoon, en dat harnas waarover gesproken wordt, wat er nou toe doet. En wie is dat nou? Wat kunnen we daarmee? Wat kan die met zichzelf, of haar of zij? En wat kunnen we eruit halen? Want uiteindelijk is wel de bedoeling natuurlijk de beste versie van jezelf zelf worden. We make people better. En bied je hulp ook gewoon aan. En the devil's job is to rob you from destiny. En wij zorgen ervoor dat die duivel gewoon weggaat. En alleen maar positiviteit. Alleen maar positief over de toekomst denken. Plannen maken. En ook gewoon simpelweg uitvoeren. We dromen. Het zijn allemaal dromen. We hebben allemaal idealen. Maar uiteindelijk doen we er niks mee. Doodzonde. Nou, waar gaan we met jou aan werken? Ik denk dat heel veel probleem ondervinden is dat ze al hun dag niet logisch indelen. Ze gaan om 12 uur naar bed. Ze gaan om 9 uur gaan ze beginnen met Netflixen. Dan gaan ze 3 uur Netflixen. Nou, dat is 12 uur. Slaap een keer 12:30. Staan ze niet vroeg op, want ze zijn moe. Dus ze staan om 8:30 op. Dan gaan ze naar hun werk. Ja, dan snap ik dat mensen zeggen, ik heb geen tijd om te sporten. Ik heb geen tijd om een bedrijf te beginnen. Nee, dat snap ik als je 3-4 uur per dag gaat Netflixen. Maar als je dat optelt, keer 5, dan zou je al 20 uur aan je bedrijf kunnen werken. Die jij nu weg hebt gegooid aan Netflix. En weet jij nu nog wat je vorig jaar hebt gekeken op Netflix? Nee, want je hebt er niks aan. Dus je gooit je tijd weg. Dus wat ik mensen wil bijbrengen is, deel je dag al logisch in. Maak een stap voor jezelf of een planning voor jezelf hoe jij je dag indeelt. En al die kleine uurtjes die jij verprutst, dat is aan het eind van het jaar een hele grote berg uren die je gewoon weggegooid hebt. En dat is gewoon zonde en daar wil ik met jou aan werken. Ik ben ook jong, ik ben 24 jaar oud. Maar ik denk dat iets doen niet in leeftijd zit. Dus ervaring heeft ook niet per se met leeftijd te maken. Want je kan 40 jaar niks doen, zeg maar 40 jaar op de bank zitten. Dat maakt je niet per se ervaren als je 5 effectieve jaren hebt gehad. Ik kom zelf bij Defensie vandaan. Ik weet hoe lastig het is om naast een 40-urig contract een bedrijfje op te zetten. Ik werkte onregelmatig. Ik moest elke dag naar Den Helder. Ik woonde in Leeuwarden, dus ik was al 3 uur per dag kwijt aan reistijd. Nou, dan moest ik nog 9 uur werken. Dus ik snap als je 12 uur, zeg maar, niet aan je business kan bouwen. Ja, dat is lastig, maar dat vergt keuzes. Als ik thuis kwam, ging ik niet Netflixen. Dan ging ik werken aan mijn bedrijf. Als ik pauze tussendoor had, dan ging ik werken aan mijn bedrijf. Ik ging niet 1/2 uur lopen koffie drinken. Ik stond er mijn broodje naar binnen 10 minuten. En ik ging gewoon 20 minuten effectief bezig met mijn bedrijf. Dus alles komt gewoon aan op doorzettingsvermogen. Hoe graag wil jij je doel bereiken en wat heb je daarvoor over? Ja, wat ik met jou wil gaan doen, we gaan een stappenplan maken. We gaan neerzetten waar je nu staat, waar je naartoe wil. Wat de weg daartussen is, wat de belemmeringen daarin zijn of wat jouw belemmeringen zijn. Want heel veel belemmeringen die bij jezelf liggen, hoeft niet een belemmering te zijn. Vaak kun je een belemmering al wegspelen door een simpel plannetje daarin op te stellen. Dus we gaan van A naar B kijken, hoe kom ik daar en wat is er voor nodig om daar te komen. Geen flauwe excuses, ik kan het niet. En ik ga ook geen gouden bergen beloven dat je binnen 3 maanden financieel onafhankelijk bent. Wat je veel goeroes tegenwoordig hoort zeggen. Maar we gaan gewoon een 3-jarig plan bijvoorbeeld maken. Kijken waar je over 3 jaar wil staan en wat daar voor nodig is om daar te komen. Acceptatie. Ik zie acceptatie als vechtsport. Met vechtsport, als je geslagen wordt of er tegen zit, dan is het de bedoeling dat je accepteert, dat je doorslikt en weer doorgaat. Doe je dat niet, dan krijg je nog meer tegenslagen. En zo is hetzelfde in het leven. Als jouw familie zegt, oh, je kan het niet, of een bekende of je omgeving, je kan het niet, het lukt niet, het grote idee wat je hebt. Ja, dan ga je, als je daarin blijft hangen, dan gaat het steeds meer tegenzitten, En als je het accepteert, wat mensen zeggen, en het gewoon slikt en je eigen weg volgt, dan kom je er wel. Tijdens de 2-daagse gaan we fysiek aan de gang, maar ook mentaal. Een stukje onderneming. Hoe zet ik mijn ondernemen op? Hoe ga ik mijn dromen waar maken? Waar loop ik met belemmerde overtuigingen tegenaan? Dit aanpakken. Ook het fysieke gedeelte. Hey, ga fysiek door. Wat vertaalt naar het mentale stuk. En waardoor jij weer de baas van je eigen leven kan worden. De baas van je eigen leven worden is niet makkelijk. Dat doe je niet in 1 dag. Maar dat is een proces waar wij jou de eerste handvaten bij geven. Schaamte. Nou, ik kom het vaak tegen. En wat je ziet in mijn werk, wat mijn werk dan daarnaast ook is om mensen
sterker te maken in de online wereld. Want we zitten natuurlijk anno 2023 niet meer in een wereld die alleen offline plaatsvindt, maar vooral ook heel veel online. En mensen hebben vaak heel veel angst om zich online zichtbaar te maken. En dat zijn allemaal drogredenen waar ze mee komen, dat ze niet fotogeniek zijn, of dat ze niet goed kunnen schrijven, of dat ze niet zo handig zijn voor de camera. Tijdens de dagen dat we met de mensen werken, zullen jullie, Cor, Steven en Leon, natuurlijk zorgen dat mensen weten wie ze echt zijn en wat ze willen. En dan vervolgens probeer ik ze tools aan te reiken in de online wereld. Denk aan social media, content maken op social media, misschien artificial intelligence toepassen. Om jezelf zichtbaar te maken, zodat je je doelen makkelijk kunt bereiken. Want als je je dromen uitspreekt en ook gewoon vraagt waar je behoefte aan hebt, dan zul je ook veel sneller mensen treffen online die jou in die behoefte kunnen vervullen. En als je iets te bieden hebt en je laat het niet zien, ja, dan zullen mensen ook nooit vragen naar jouw diensten hebben of jouw kwaliteiten. En, maar dat begint met die schaamte bij jezelf te erkennen en daar een oplossing in te vinden. Trouw en faalangst. Trouw. Trouw aan jezelf. Dat is de belangrijkste basis als individu binnen je eigen vierkante meter. Na trouw aan jezelf kan je natuurlijk trouw aan je dierbaren. Trouw aan je omgeving. En vertrouwen ook trouw aan het proces waar je in zit. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal kernwaarden. Alleen, velen van ons weten niet welke kernwaarden wij met zich meedragen. Als een van je kernwaarden bijvoorbeeld is op tijd komen. Dan zou je eigenlijk altijd het goede voorbeeld moeten geven om op tijd te komen. Als het blijkt dat je dan één keer toch te laat bent, en dan heb ik het niet over onvoorziene omstandigheden, dat je één keer te laat bent omdat je te laat uit je bed bent gegaan, eigenlijk je shit niet op orde hebt voor de volgende avond, je spullen klaar hebt gelegd, dan prik je eigenlijk met een mes in die kernwaarden van jezelf. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om daaraan te gaan werken. Moed. Wat is voor mij moed? Nou, dat kan in twee perspectieven. Moed heeft te maken met je wilskracht. Maar als je iets wil, dan moet je ook iets doen. Dus je moet stappen gaan ondernemen om jouw doel te bereiken. Bijvoorbeeld heel veel jongeren die willen bijvoorbeeld een Lamborghini, maar die denken, nou, dat is niet haalbaar, hè, als voorbeeld. Ik zeg niet dat je moet gaan ondernemen om een Lamborghini te kopen. Maar als je dat echt graag wil, dan ga je er alles aan doen om daar naartoe te komen. Alleen heel veel mensen hebben geen zin in die weg daar naartoe. Dus ze staan op punt A, ze willen graag naar punt B, maar ja, ze hebben geen zin om daar naartoe te gaan. Wat ik bij mezelf altijd afvraag, als ik ergens aan wil beginnen, als ik het niet ga doen en ik ben 15 jaar verder, ga ik dan spijt hebben of ik het gedaan heb of als ik het niet heb gedaan. Ondernemen is gewoon keihard werken. Vaak 60 tot 80 uur per week werken aan je bedrijf. Wat je veel online ziet is van die internetgoeroes die zeggen dat je binnen 3 maanden financieel onafhankelijk kan zijn. Binnen 3 maanden 10.000 euro per maand kan verdienen. Nou, dat is gewoon een leugen. Dat bestaat niet. Misschien is 1% van de 100 die dat gaat halen. Maar dat is gewoon niet hoe ondernemen werkt. Ondernemen is gewoon keihard werken. Werken aan je business. En alleen dan kan je succesvol worden. Mensen hebben de wil of de noodzaak nodig om te veranderen. Anders komt er nooit geen verandering. Dat is dat mensen zichzelf zo zat zijn en dat ze niet hun dromen waarmaken, dan nu toch echt te veel voor willen gaan. Dat is de wil. De noodzaak is als mensen zo in de shit zitten, wat ik zelf heb gehaald, zo met jezelf in de knoei, dat je gewoon moet gaan veranderen, omdat je anders alles om je heen kwijtraakt. Alles waar je van houdt, waar je hem geeft. Wij gaan ervoor zorgen dat jullie strijders worden. Tijdens het programma kan je denken aan leiderschap, vechtsport, persoonlijke ontwikkeling, grensverleggende activiteiten. Kortom, je gaat aan de bak. Wij gaan voor jullie strijders maken. Mannen, jongens, geef je snel op voor deze 2-daagse. Baas over je eigen leven.